De Ronde van Frankrijk maakt een uitstapje naar Catalonië. Een noordenwind. En aan de tafel hebben we Oude Glorie, waarvan we het fantastisch vinden dat ze elkaar voor het eerst in hun leven tegenkomen. De ronde bestaat nog. La conocí en un bar de Madrid donde bebes champán y te sabe a Coca-Cola. Coca-Coca-Cola. Se me acercó y me invitó a bailar y con la voz muy grave dijo me llamo Lola. Lolo, lolo, lola. Lolo, lolo, lola. Ja, ik moet het even overnemen van Mart. Waarom? Op dit moment. Omdat ik de mensen even moet mededelen dat jij sinds vandaag opa geworden bent. Van een kleindochter. Die Lola heet. En die heet Lola. Ja. En dat had je ook van mij gepikt, want mijn hond heet ook Lola. Kijk. Dus. Ik vind het mooi. Ja, het moet wel even gebeuren, want je. Dus je wil er weer onderuit komen, maar goed. Deze opa mag het van die opa overnemen? Ja, ik ben er al een tijd. Maar waar zit jij dan tussenin, Gert-Jan? He? Ja, Johan had net al voorgesteld dat eigenlijk hier moest komen zitten. Ja, nee. Dat was beter geweest. M-Clan, zo heette de Spaanse band, en Lola. En wij beginnen aan een dag, ja, een hele merkwaardige dag. Johan Cruijff was in de Ronde van Frankrijk. Wat heb je eigenlijk gedaan vandaag? De Ronde van Frankrijk aan de binnenkant beleven. En hoe vond je dat? Enerverend. Echt leuk. Ja. En leuk, leuker eigenlijk als naar televisie kijken. En wat heb jij gedaan? Ik heb niks gedaan. Ik ben hier straks aangekomen. En je hebt naar de beelden zitten kijken? Ja, de beelden vind ik zelf toch het leukste om te kijken. Ja. Je hebt natuurlijk al zoveel jaren ertussen gezeten. Ik vind jullie brengen het te goed in beeld. Dus. Maar ik zag jou na afloop. Heb jij heel erg goed de daguitslag zitten bestuderen? Doe je dat nog steeds met dat fanatisme? Ja, dat doe ik zeker nog steeds. Ik volg nog veel renners, begeleid nog wat renners. En ja, je wilt toch alles, alle in en auto weten hoe het precies zit. Ja. En, ik wou weten wie de gevallen waren, wie de tijd verloren hadden en zo. Dus dat was wel leuk. De fanaticus Gert-Jan Teunissen, zoals wij hem kennen. We gaan straks praten over zijn leven in het peloton van de Ronde van Frankrijk. De etappe van vandaag, daar ging het om. Het was een etappe die niet zo moeilijk leek te zijn. We waren op Spaans, zeg maar Catalaans grondgebied. Want dat horen de mensen hier buitengewoon graag. En in dat gebied waar we de Middellandse Zee tegenkomen, een strand hebben. En 177 renners gaan we van start voor een etappe van 181 kilometer. We eindigen in Barcelona en men wist al dat het geregend had vandaag in de Catalaanse hoofdstad. Girona was het vertrekpunt, daar waar vele Amerikanen hun basis hebben. En er is meteen een kopgroepje. Er wordt gesprint voor klassementen, zoals het bergklassement. En we krijgen David Miller en Chukwuka. En we krijgen Ogier en Chavanel aan de leiding. Daarachter, bonjour, monsieur, Cancellara is zeer attent. Daarachter wordt niet al te hard gereden. Deze mensen mogen. We gedogen ze. Ogier gaat op zoek naar de bolletjestrui. Miller wil misschien wel meer. Joost Postema rijdt aan de kop van het peloton. Er moet vandaag toch opgelet worden, want hoe dichter we bijkomen, bij Barcelona dus, hoe duidelijker het wordt dat het daar slecht weer is. Vier man voorop en dan het peloton. En fluiten en fluiten. Is het een rustdag voor het peloton? Nee, dat is het niet. Je voelt dat er een bepaalde spanning in zit, maar welke weten we niet precies. Links in beeld, daar begint de eerste schuivers. Het begint te spatteren en hupsee, als in een shoelbak liggen ze daar. Wie zijn de eerste die plat gaan? Rogers is erbij en die heeft pijn, zo te zien. En Hausler staat erbij, die heeft ook pijn. En dan zegt in de kopgroep, zegt David Miller, ik ga vast. David Miller won ooit een etappe in de Ronde van Frankrijk. Hij won een proloog en hij won een tijdrit, dus hij weet wat winnen is. Dat was in een andere tijd, dat was de Epo Miller. Nu is hij de man zonder. En dan wordt het vallen gewoon.
We komen langzaam Barcelona in. En daar gaan ze. Links en rechts gaan ze onderuit. Laurens ten Dam zet de bril erbij af. Hij heeft pijn in de rug. Hij weet dat hij door moet gaan. De rondedokter zegt, wacht even, waar ben je? Hier. Tom Boonen ligt daar. Gecrashed en al. Links en rechts vallen ze op dit moment. Het is nat. De weg is een beetje glad, olie. En Miller denkt, ja, hoe kom ik hier nog goed uit? Hij mag nog 3,5 kilometer volle bak rijden met Fletcher aan de leiding. En hij heeft 26 seconden voorsprong op de jagende massa, die op dat moment nog maar 43 man is. En wie is er niet bij? Juist, Dennis Menshoff heeft de slag gemist. Hij zat in een groepje bij Laurens ten Dam. Er zijn 43 mannen door. Alle favorieten zijn daarbij. De sprinters zijn erbij. En dan komt het erop aan. Hoe kom je Montjuïc op? Dat is het. Dat is een kunst. Dit is een wedstrijd die jarenlang gegolden heeft als een klimwedstrijd. En hier ziet u het verdikt. Miller, wat heb je geweldig je best gedaan. Wat hebben we respect voor je. En wat is het moeilijk om die laatste klimmende meters af te leggen tegen die bende boeven die daar aankomt. Want gretig zijn ze. Het gaat vandaag om een etappewinst in een grote plaats. López Carril was de laatste winnaar, Spaanse winnaar op deze bodem. En dus zegt Freire, laat ik eens een keer wat gaan proberen. Let op Freire in het Rabobank-shirt. Hij wil en hij moet deze etappe pakken. Maar het is een oh zo moeilijke sprint. Hij gaat bergop en de weg draait. We zijn vlak bij het Olympisch Stadion. En daar komen ze aan en het is Hushof links. De Noor die het helemaal keen bekeken heeft. Hushof 1, Freire 2, Rojas 4, Ciolek, Pelizzotti. Dat soort mannen. En Hushof schreeuwt het uit voor zijn nieuwe ploeg. Cervelo wint. En daar in het cirkeltje komt Dennis Menshoff binnen. Hij verliest meer dan een minuut vandaag. En dat doet ontzettende pijn. Hier is de sprint goed te zien. Freire denkt dat hij de binnenkant heeft. Vaak is dat goed. Maar Hushof heeft getactileerde benen en is sterker. Dit krachtmens dat altijd maar in de sportschool staat, kan niet alleen de bek wijd open doen. Nee, hij kan ook sprinten als de beste. Cavendish kwam er vandaag niet aan te pas. 13e slechts. En kijk naar de renners. Dat zijn allemaal klassieke renners. Mannen die ook door het natte weer kunnen rijden. Dat was vandaag buitengewoon belangrijk. Dit zijn de eerste 10. Wat een sprint. Hushof, Freire, Rojas, Ciolek. Goed zo, dat was de etappe van vandaag. Is dat een belangrijke etappe? Ja, zeg ik. In diervoege dat wij nu weten dat Menshoff niet de goede Menshoff is. Menshoff rijdt niet attent genoeg. Zeg ik daar iets verkeerd? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het toch altijd wel vaak samengaat. Op het moment dat je een beetje aan de verkeerde kant zit, denk ik dat alles een beetje misgaat. Je concentratie wordt minder, je scherpte wordt minder. Dan kunnen zo'n dingen gebeuren. Maar als er 43 man bij elkaar blijven en jij bent de enige kopman die er niet bij zit. Ja, dan doe je het niet goed. Dat is triest. We gaan luisteren naar de woorden na afloop. Laten we eens beginnen met degene die geklopt werd. Geklopt op waarde, zoals het heet. Freire wist het niet te maken. Hushof was very strong today, hè? Ja, en also very smart, because he was behind me. And maybe if somebody was in the final with me, was a little bit easy. But it's like this situation. Was it a day for you that you picked before, when you saw the route book? Hey, that's a finish for me. Yeah, today was a finish for me, but sometimes also for another riders. So I was second, so no, it was no bad result. When you are second and you do like this in this situation, it's really difficult also to win. Eh? Freire geeft aan dat er ook wel anderen waren die sterker waren dan hij. Dat doet pijn, want deze Spanjaard had heel erg graag ook op Catalaanse boten willen winnen, hoor. Zo is het wel. En dan Menshoff. Erik Breuking, de ploegleider daarover. Menshoff verliest opnieuw tijd vandaag. Wat vind je daarvan? Het was natuurlijk gevaarlijk en dan zit je toch iets te ver. Er waren een paar valpartijen die de oorzaak van die breuk zijn. Dus het heeft niet zozeer met het fysieke te maken, maar het is wel een teken aan de wand natuurlijk. Wat voor teken aan de wand? Dat je niet helemaal echt in de koers zit. Degenen die echt gefocust zijn, die kunnen zich toch beter vooraan handhaven. Hebben jullie een eindzege in de Tour nu opgegeven?
voor Menchov? Nou goed, die verschillen zijn wel erg groot. Dus je moet eerst maar eens zien hoe je morgen bergop gaat rijden. Of je het goede gevoel weer terug kan vinden. En van daaruit kijken wat er mogelijk is. Onze eigen Mischa ondervroeg heel streng Erik Breukink. Let op, heren renners. Daar komt een vrouw namens de NOS in het peloton. U bent gewaarschuwd. Hoe is het met de gele trui? Wilt u zich afvragen? De man die de proloog won, stapte vandaag weer. En de snor wordt wat groter. En de lach wordt wat breder. En hij denkt eraan misschien... Nou ja, oké. We zullen wel zien. Cancellara is dus nog steeds eerste. Armstrong op dezelfde tijd. U weet, 2200 van een seconde. Daarachter komt er op 19. En dan Kleude, Leipheimer, Wiggins, Martin de Duitser. En hier hebben we nog wat prominente staan. Nibali, Schleck, Kirsten Schleck, Sastre, Evans, Menchov. En onze landgenoot Koen de Kort staat 109. Ik vind het leuk dat we hem erbij hebben staan. En ik heb de naam genoemd van Cancellara. Morgen begint de Ronde van Frankrijk pas echt. Tenminste, dat zeggen de klimmers. En dus is de vraag, Cancellara, wat doe je morgen met het geel? Are you in yellow tomorrow evening? Good question. I think this question I will gonna make maybe later on a bit more deeper to myself. What can be tomorrow? But for sure, tomorrow there will blowing a new wind into the mountains. And up I will be in yellow. Or where I will be, I don't know. Cancellara zal morgen zijn huid duur verkopen. Voor diegenen die hem niet gevolgd hebben, in de Ronde van Zwitserland, 3 weken geleden verreden, ging die verrassend goed de berg in. Maar of die ook naar 2240 meter hoogte kan klimmen, dat is nog iets anders. Goed. De contouren van de Ronde van Frankrijk begonnen vandaag over de grens. Dus niet in Perpignan, nee, in Girona. En in Girona hadden wij een afspraak gemaakt. Ik weet niet, waar hadden we ook weer met jou afgesproken? Bij afslag, hoeveel? 6, hè, of zo? Ja. Ja, weet je dat te vinden dan, of niet? Ja. Ja? Dat is niet zo moeilijk. Hoezo? 6. Ja, dan kijk je dus, dan zet je je auto neer. Ja. Oké, had je een kaart nodig dit keer? Nee. Nee? Wat is dat toch gek? Wij normale mensen hebben een kaart nodig. Verschil moet er zijn. Ja, ja. Maar goed, de pers die heeft een speciale kaart, dus die komen er binnen rijden. Ja. Dus ze hebben mij niet eens gevraagd, ik kon met de auto meerijden. Ja, ja, ja. Maar de mensen die daar stonden, hadden die het idee van, hé, daar loopt Cruijff? Of hé, daar loopt maar een vakantieganger die naar fietsen komt kijken? Nee, het zijn over het algemeen sportmensen. En wielrennen is een grote sport en voetbal is een grote sport. Ja. Dus die mensen zien je en die hebben je gezien. Dus die roepen je of wat dan ook. Ja, mag ik iets geks vertellen? Iemand van ons nam jouw auto over. Want die auto moest ook ergens blijven. Nou weet je dat alle auto's moeten met een groot plakkaat rijden. Anders mogen ze nergens door. Waarom mag jij jouw auto overal door? Hij is net nieuw, ook dat. Dus ik weet niet hoe ze eraan komen. Maar in ieder geval, ik denk dat hij een leuk verhaal heeft verteld, die jongen die aan het stuur zat. Ja, maar zonder platen is hij overal gekomen en hij mocht hem op de finish parkeren. Geeft dat een beetje aan? Een beetje het sportieve gedachte van die mensen en dat soort dingen. Ja, ja. Ik kan me indenken namelijk dat dat bij het voetballen dat dat wel zo is. Als jij in Nou Camp komt, oké, dat is jouw voorkamer, zeg maar. Maar bij het wielrennen. Nou, weet je wat? We nemen de mensen mee aan de hand. Dames en heren, we kennen hem allemaal. Wij kennen hem allemaal. Maar hoe is dat als hij de wielerwereld binnenloopt? Nou, oké, zo gaat dat dus. Peter Bakker neemt zijn camera op de schouder en gaat kijken wat Cruijff doet als de Ronde van Frankrijk in zijn Catalonië komt. Er eentje voorop gereden, ja, kort, een aantal dagen. En zijn eentje, een Nederlander, is Pietje Royakkers. Die is... Hoi. Pietje is naar huis, Pietje Royakkers. Die was... Dat heb ik gelezen. Ja. Die was gevallen en die spoelt over. Gisteren ook. Nou, hij rijdt mee bij Breuk, dus hij gaat gewoon in de auto uitleggen hoe Freddy hier die sprint moet winnen. Ja. Dat begrijp ik natuurlijk wel. Dat verwachten ze wel een beetje. Oké. Okay. Kun je het kan vertellen. Ja, ja, ja. In die wel, zo dat, en zo. Wel zo dat Breuk ik het ook wel begrijpt. Ja, ja, ja. Ook dat, ja. Nou, dit is de ploeg van de grote Lans. Ja, oké. Okay, nou. Dat is de andere Johan, brandnieuw. Waar is dat voor een prontito? Mijn korte. Sí, espera un momento. Hallo. Hey. Hallo, Johan. Alles goed? Ja, oké. Okay. Okay. Ja, uitstekend. Heel goed. Even eruit stappen hier. Het voetbal is een beetje gevolgd in de Spreek je nog Nederlands? Ja, natuurlijk. Meer Catalaans of zo? Nee, brandnieuw. Het is een beetje gevolgd in de... Dit is Michael. Hier zo. Michael. Ja. Waar is hij? Michael! Ja! Kom maar. Johan, wel even wat zeggen. Hè? Ik ben helemaal even. Waar is hij? Oh. Waar zit hij nou? Hier komt hij. Hey, oké.
Hey, Johan. Andere grote Johan. Ze noemden wij hem vroeger altijd grote ja, Johan in de ploeg. Ja, alles goed. Met jullie ook, hè? Wie ziet dat met de tijd? Ja, dat is te verwachten. Maar hier wordt natuurlijk, heb je de Spaanse kant gelezen? Weet je? Een beetje. Een beetje de, ja, het is natuurlijk twee spel. Ik heb van de partijdigheid. Ja. Iedere kant. Ja, maar dat is logisch, hè? Ja. Laatst zou je ze willen ontmoeten. Goed. Die is het moeilijk met die gasten met die Russen of zo? Wat? Andere soort mensen toch, die Russen? Ja, hè? Gek, ja. Hè? Ik hoorde van Jordi, die daar 2 jaar geweest is. Hi, Lance. Hi, very nice Johan meeting. Cruyff. Nice to meet How you. How are you doing? Good. Enjoying yourself? Yeah. I think so, yeah. As far as I saw it. You wouldn't want to be here if you didn't enjoy it. No, no, it's true. It's yeah. True. I've got to enjoy it. Johan, wat dan neem je? Ja, even Michael zoeken. Oké, oké. Dank je. Oké. Hey, hey. Hoe is dat? Bien, cool. Bien, sí, sí. Johan. Kan niet missen, hè, het nummer? Dit nummer. Okay. Apparently I'm the lucky man now. Zit ik hier? Ja, oké. Oké. Zo. Stop er niet meer. Wat, Johan, kijk even. Wat een band dan, hè? Kom jou. Ja, dat is toch leuk, dit is toch leuk. Help the Fletcher down in the front. We need Fletcher for more later. What? 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 Dan moet dit doorrijden bij Plein, Mieren, en dan moet je de bal. Ja. Nou, Polifasso, Frank, Adolfo. Eindigt op Plas in Spanje. Deze? Ja, ze zeggen eindigt op Plas in Spanje. Waar ligt het dan? Kom nou. En dan ligt hem aan de andere kant. Nou. Helemaal boven, aan de bovenkant zitten. Maak je onsterfelijk hier. Ja, dit is het moment. Het was jammer dat Fletcher van tevoren een stuk een gat dicht moest rijden. Ja. Dus, maar ja, dit is een momentopname. En die Hans Volt heet hij, hè? Hushoff. Hushoff, die een sterke gozer natuurlijk. Ja. Een beetje naar boven, het gat dicht rijden. En ja, pakt hem net op de laatste meter. Ja. Lekker dagje, hè? Ja. Heel een gezellige dag. Heb je Breuking nou een beetje verteld hoe het moet? Nee, helemaal niet zelfs. Het was leuk om te horen, goed om te horen. Heb je je ogen uitgekeken? Je bent een beetje gewend aan coachen. En wat hij dus doet, is echt coachen op de goede manier. Ja. Niet te veel informatie, de goede informatie. Toch beslissingen nemen, want die Miller was weg. En ja. Dat is een stevige jongen, dus die kan wel goed doorrijden. En toen moesten die Fletcher naar voren duwen om die peloton mee op sleeptouw te nemen. En die kracht die hij daar verspeeld heeft, heb je natuurlijk tekort gekomen bij de eindsprint. En nou zit je al gewoon te analyseren, dat weet je. Nee, maar dat zie je. Je ziet het gebeuren, je hoort het. Nee, ik zeg, je zit te analyseren. Ja, nee, goed, je hoort de opmerkingen van degene die dus de baas is wat ze moeten doen. En dan is het niet zo moeilijk om dat bij elkaar. Ik moet zeggen dat hij dat uitstekend gedaan heeft. Dus het is een pluim voor Breuking, dit? Ja, ik vond dat hij uitstekend gedaan heeft. En ook wat je dus zegt met die mensen. Als dus die dag ervoor die Gezing, maar toch zeg maar de grote komende man is, ja. Weg is. Wij met andere sporten kunnen nog een vervanger naar binnen sturen. Ja. Met Purem mag dat niet. Wat ik denk toch wel een tekortkoming is, eerlijk gezegd. Jij zou direct dat invoeren? Nee, ik vind dus dat... Je moet een reserve rennen, moet je meenemen. Nee, maar ik vind dat als je dus de grote bedrijven hebt die toch een hoop geld investeren. En als je pech hebt dat er een groep 4, 5 man vallen, dan is die helft van je elftal weg. Ja. Of van je team weg. En ik vind dat je op dit niveau moet je dat moeten kunnen aanvoeren. Helemaal als de blessure is, wie dus duidelijk is. Ja. Je zat in die auto, niet helemaal op je gemak, want het is wel gek, hè?
Nou, dus je zegt nu dat je op je gemak zit, maar het is toch, het is net of je in een botsautootje zit. Nou ja. Ja, toch? Ja. Ja. Ik dacht dat ik een beetje hard reed, maar ik ben echt nog niet... Nee? Nee, ik mag er niet eens naast zitten wat dat betreft. Want als, het is een chaos erin. Ze moeten 5 paar ogen hebben, want het is naar beneden rijden, het is de wielrenner die komt, de motor die langs rijdt, de aanwijzingen moet geven, horen. Spreken alle talen natuurlijk, hè? Ja. Want het Frans wordt doorgegeven bij de en het Engels doorgegeven niet. Met Holland zit hij met mij. Wel leuk. Dus je hebt een leuke dag gehad? Ik heb echt een leuke dag gehad. Ja. En dat is niet om aardig te zijn, hoor, maar ik heb echt een leuke dag. Je moet jezelf zijn. Ja. Heb je hem zien fietsen? Weinig. Heb je hem zien voetballen? De eenvoudige reden is dat het ook... Iedereen vond het raar, dat was de eerste keer dat ik met een etappe meeging. Ja. Was dit de allereerste keer in je leven? Ja. Allereerst hier, maar het valt altijd in de tijd dat wij vakantie hadden. Ja. En dan, ja, dan komt het gewoon niet goed uit. Ja. Wat heb je van hem gezien bijvoorbeeld? Wat weet je van hem? Naam, fanatiek, verschrikkelijk fanatiek. Ga zo maar door. Ja? Meer echt zien heb ik dat niet, nee. Wist je waar die woonde? Ja, Mallorca. Ja. Ja. Vlakbij waar ik ook vaak kom. Ja. Of redelijk vaak kom. Weet je wat hij daar doet? Nee. Nou, zullen we dat dan maar eens gaan uitleggen? Gert-Jan. Het is goed om je weer in de Tour te zien. Hoe gaat het met je? Prima. 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 Je ziet er zo scherp uit als een mes, werkelijk. Ongelooflijk. Hoe hard train je hem niet? Nou, niet hard, maar gewoon lekker. Ik ben gewoon lekker met mijn lichaam bezig. Lekker met jongens aan het trainen en coachen. Dus in mijn goed leven. Ben je in vorm? In vorm, ach. Het is zoals je het zelf voelt en zoals je het zelf wilt zien. Ik voel me goed en... Hoeveel uur per dag zit je nog op de fiets? Nou, op de fiets niet meer zoveel, maar ik ben toch met sport nog wel behoorlijk wat tijd bezig. Ja? En dat doe je op Mallorca. Je begeleidt tegenwoordig een heleboel sporters. Daar hebben wij geen weet van. Hardlopers, heb ik begrepen. Mountainbikers, van alles, hè? Wat leer je die mensen? Ja, gewoon wat leer je die mensen? Eigenlijk gewoon basisdingen, simpelheid. Gewoon van de sport genieten. Hoe je ervoor moet leven, hoe je moet trainen, hoe je alles uit jezelf kunt halen, motiveren, dat soort dingen. Herken je je daarin? Het is de basis natuurlijk van sport te doen. Van sport doen en helemaal op een redelijk niveau. Ja. En dan moet je maar wachten hoe het voor de rest gaat. Maar ik vind over het algemeen dat sporters die echt met de sport bezig zijn, die komen niet goed weg op school. En die zou je toch op een intelligente manier ook bij moeten brengen. Ja, maar hij doet dat dus uit zichzelf. Ja. Komen ze naar Mallorca toe? Naar jou toe? Ja, ze zitten veel op Mallorca en ja? Je hebt beide nog wel eens uit naar hoogtestages. Dus ja, dat is ook zoiets mooi. Je vertelde dat je net terug was van een hoogtestage waar? Sierra Nevada. Ben jij gespecialiseerd in hoogtestages? Nou, ook een beetje specialiteit van gemaakt eigenlijk. Sinds begin jaren 80 ben ik me daarin gaan verdiepen en ik heb dat heel professioneel uit proberen te breiden. Ja. Dat is een beetje in mijn specialiteit geworden. En, nou, dat lukt al behoorlijk lang. Ja. Wij zaten verleden maand samen te praten. En toen noemde jij een ongelooflijk getal. En dat is me bijgebleven. Hoeveel kampioenen heb jij begeleid de laatste jaren? Nou, ik zit nu bijna... De jongens die ik heb getraind zijn bijna 90 titels die we behaald hebben. Hallo? Dat is knap, hoor. Hè? En waarom weten wij dat niet? Nou ja... Omdat onze interesse maar gaat tot de Nederlandse grens of zo? Ik weet het niet. Noem eens wat. Wie of wat begeleid jij dan? Ja, het is verdeeld over 9 nationaliteiten. Ja? En dat gaat van Olympisch goud tot wereldtitels, Europese titels en nationale titels. Ja, dat ja. zijn eigenlijk die 90. Alleen in wielrennen? Ja. Maar ook lopen, heb ik begrepen? Daar doe je nu ook aan? Nee, lopen. Okay. Ik heb nog wel eens wat andere sporters erbij gehad. Om wat fitness training te geven, maar het is voornamelijk wielrenners, mountainbikers, baanrenners. Voor diegenen die terug willen gaan en terug willen zinken in dat lekkere, lauwe of misschien wel warme bad van vroeger, toen Gert-Jan Teunissen en Stefan Rooks de eeuwige tweeling over de Alpen en Pyreneeën toppen scheerden, is het goed om in 1989 te gaan kijken. Dit is een etappe die een heleboel mensen nog altijd... Die heb je gezien, ja. Johan, deze? Ja. Dit is iets ongelooflijks. Dit is in de Tour van 89. Dit is na de langste solo die een mens kon dragen. Is dit de binnenkomst van Gert-Jan Teunissen in de bolletjestrui?
solo benedenaan op Alpe d'Huez begonnen, solo boven geëindigd. En ik weet nu een verhaal en daar gaan we het over hebben. Het is een tour waarin jij niet bij de eerste drie staat en jij wil iets forceren. Jij gaat op die dag, ga je demareren en je rijdt alleen weg. Dan komt jouw assistent ploegleider naast je rijden en die zegt tegen je... Die zegt, dit is zelfmoord, laat jij je maar terugzakken. Dat zei hij. En toen zei jij? En toen zei ik, dat is misschien niet voor reden voor herhaling vatbaar hier, maar... Wat zei je? Ik zeg, krijg de kleren en ik pak de volle bidon en ik gooi hem bijna door zijn vooruit heen. En dat was net misschien het extra beetje adrenaline wat ik nodig had om nog een trapje harder te geven. Jij wilde en moest en zou jezelf bewijzen die etappe. Ja, ik had als klein jongetje drie dromen. Ik was gek van de wielersport. En ik wou heel graag een keer de beste klimmer van de wereld zijn. En ik wou Alpe d'Huez een keer winnen en bij de eerste vijf in de Tour rijden. Nou en die dromen die zou ik kunnen verwezenlijken in drie weken. Dus ja, dan wil je daar natuurlijk alles uithalen wat erin zit. Maar omdat het niet georganiseerd werd, besloot jij het heft in eigen handen te nemen en je ging. Ja, ik was heel erg kwaad. Ik was kwaad en teleurgesteld, omdat we met vier bij de eerste tien stonden. En er werd iedereen dacht alleen maar aan zijn eigen plekje. En er werd niet gereden voor te winnen. En ik ben liever strijdvaardig en zeg dan alle vier maar niks. Maar we hebben in ieder geval geprobeerd om de Tour te winnen. Als ieder voor zijn eigen plekje, want het zegt me niks. Vier man bij de eerste tien zegt me gewoon niks. Ik vind, je moet altijd gaan om te winnen. Je moet aanvallen en winnen en niet te veel nadenken. En dat, ze zijn die afspraak niet nagekomen. Ben ik zelf maar gegaan. Ja. Is dit je grootste overwinning ooit geweest? Ja, ik denk het wel. Hoe lang heb je er alleen gereden? Iets van 130, 140. Het waren niet de makkelijkste bergen, geloof ik, hè? Nee, waren niet de makkelijkste. Nee. En ook tussen de bergen in niet. En mist er al op kop. En dat was, het was geen makkelijke etappe. Ik herinner me ook de laatste klim van Alpe d'Huez niet meer goed. Ik was echt heel ver weg, maar toch gered. En, je moest winnen. Ja, ik wou heel graag daar winnen. Ja. Het is ontzettend jammer dat we geen beelden hebben van wat er die avond gebeurd is. Maar je kunt het wel vertellen. Alpe d'Huez was een Nederlands oord, zeker in die dagen ook. En ik weet dat jij in je hotel was, in je kamer. En als ik het goed heb, want Mark van Orsau, een knecht van jou, heeft me dat een keer uitgelegd. Jij moest diverse keren op het balkon komen om het Nederlands publiek toe te zwaaien. Als een soort paus heb je daar gestaan. Er was geen camera bij natuurlijk, maar is dat waar? Ja, het verhaal is waar. Maar ja, goed, dat was tegen mijn natuur in. Ik was al lang weer bezig met de volgende dag. En, maar het was zo'n gekkenhuis beneden in het dorp. En de mensen bleven me schreeuwen en roepen. En ja, toen vroegen ze via onze PR-man of ik mijn eigen pakje wil laten zien. Maar ja, ik schaamde me daar eigenlijk een beetje voor om daar een beetje... Dat lag niet in jouw aard? Nee, voor mijn gevoel had ik gewoon mijn werk goed gedaan. En ik vond niet dat ik daar als iemand zo van een balkonnetje af moest staan te zwaaien. Maar goed, hij heeft nou wel eens in Rotterdam van een balkon af staan zwaaien. Hoort dat erbij? Hoort bij het spel. Mensen, mensen die komen naar je kijken, die mensen die gaan erin mee, die gaan er ook in op. En natuurlijk doe jij het, maar het is toch ook een beetje hun titel. Ja. Hun zijn trots. Ik denk dat, net zoals hij het zich herinnert, iedereen die het gezien heeft, zal het zich ook herinneren. Ja, ja. Er zit geen verschil tussen degene die het doet of degene die het ziet. Dat is zo gek. Ja. Als je mensen ook spreekt... Het is het moment. Als je mensen spreekt, zegt ja, houd waar ik mee. Wij waren bij die wedstrijd in Parijs toen van Ajax. Ja. Ja, nou, ik was er ook. Maar was het voor jou ook iets tegen natuurlijks of deed jij het gewoon? Ja, ik vond dat het bij die mensen hoort. En daar moet jij gewoon in meegaan. Dus jij bent daar om je publiek een gunst te geven? Nou, een gunst. Je viert het met z'n allen. En ook als die aan de kant staan, dan zullen ze je ongetwijfeld op welke manier ook proberen op te zwepen. Zoals jullie allemaal. En meelopen in dit en dat. Die mensen hebben eigenlijk ook alles gegeven. En het moment dat het dus te gejuicht moet worden, of mag worden, of kan worden, ja, dan moet je dat doen. Over meelopen gesproken. Als ik naar 1996, als ik daaraan denk, weet je wat je toen deed in 96? Wat deed je in 96? Weet je dat nog? Nou, was ik ook coach op de Olympische Spelen. Ja,
Het was in 1996 in Atlanta, dames en heren, dat we Gert-Jan Teunissen zagen. Op een verschrikkelijk prachtige manier. Bart Brentjes was zijn poulain, weet u dat nog? En Bart Brentjes die zou opgaan voor een Olympische titel, hadden wij allemaal bedacht. En wij kwamen Teunissen tegen in een hoedanigheid die we nauwelijks herkenden. Kijk, dit staat me nog altijd bij. Dit is 13 jaar geleden nu. Brentjes rijdt en Teunissen rent mee. Je hebt die dag heb je geweldig gerend aan die zijkant. Dat is gek, maar dat zijn die beelden die vergeet je nooit. Daar gaat Brentjes op weg naar de Olympische titel, wat niemand voor mogelijk had gehouden. En wij wisten ook niet dat jij daar achter zat. Zo achter zat. Waarom heb jij altijd in de, laat ik zeggen, slagschaduw van je sportmensen geleefd? Is dat je natuur? Ik vind het gewoon prettig. Je kunt het beste werken een beetje achter de schermen. Als niemand op je vingers kijkt, dan kun je het beste het werk doen. Vertrouwen winnen van de sporter. En, ja, dat gaat perfect. Misschien ben ik ook wel een beetje zo'n type. Ik heb heel prettig gewerkt. Ja. Wij gaan even naar het volgende toe. De etappe van vandaag werd gewonnen door de Noor Hushovd. Dat zat er een heel klein beetje aan te komen. Waarom? Hushovd houdt van sprints die heel erg zwaar zijn. Dan heeft hij niet dat nijdige brommertje van het eiland Man heeft hij in zijn nabijheid. Dat weet hij, want Cavendish is dan niet in vorm. Maar dan heeft hij af te rekenen met andere mannen en die kan hij hebben. Hushovd won vandaag en dus was het feest bij de Cervelo-ploeg. Het is nummer 7 voor Hushovd, maar nummer 1 voor team Cervelo. En het wordt gevierd met 6 man. Want verzorgen, masseren en behandelen, dat gaat voor. Does it ever get normal to win a stage in the Tour de France? No, it never gets normal. I mean, every time it's something different. And every year it's then I understand how big it is. So no, I'm just really happy for this win I got today. Just as happy as maybe the first time. Can you rate this one in all the 7? No, that's hard. I think every stage win I have, it's different. And I won on Champs-Élysées, that was amazing. I won the prologue, that's also something special. And the first Tour de France win I had was unbelievable. I was young, I was in a breakaway, so that was also a big memory for me. And today I'm just really happy. I was happy with the team and my performance, and I'm just a happy guy today. Er komen 2 laatkomers binnen, de Duitsers Hausler en Klier. Zij krijgen ook een glas, want Hushovd zei het al, het was een echte teamprestatie. Het neemt ook de druk weg bij de rest van de ploeg. En met name bij de laatste laatkomer, bij Carlos Sastre. Did you know beforehand already this is the day? Yeah, because I looked at the profile in the end and I knew that that fits me well. And but I mean, it's still a fair bit from there to win. But I already told my friends, teammates, and that today it's the day for me. Was there a moment that you worried about Miller being away? Can we get him? Stuff like that? Yeah, there was, because he was going really, really hard. And for a while he gained time, so I was a bit worried. But I knew on this final, up this little climb, 30 seconds is not a lot. So yeah, that was for me it was good that we caught him back, but he did a good race today. For Hushovd is groen nu het doel. De strijd om geel is de taak van Sastre en die begint morgen. Yeah, today was a really nice day for the team and tomorrow is when the mountain stage starts, you know. But we will take it as easy as we can. We will see what can happen. Do you have a plan already or maybe wait a little more? It is in Spain. Is that special? Not Spain. It finishes in Andorra. It's close to Spain. Yeah, it's for me. It's just like Spain, you know. It's nice to be here, but it's a race of 3 weeks, and this is the beginning of the Tour de France, you know. I don't know what's going to happen tomorrow. It's the first mountain stage for everyone, and we will see. I'm not just worried about that. How does it feel? Does it feel good? You're 2:40 behind, that's maybe normal, but do you feel good first week? Yeah, I feel okay. So far, it's no problem. Today I have a crash, but it was okay. Tomorrow will be a new day in this Tour de France, and still it's a long way to Paris. You missed the champagne. Yeah, I was with the physio, massage, and everything. I arrived a little bit late, but it was okay.
Dat was Carlos Sastre, de winnaar van verleden jaar. Die miste dus de champagne, maar dat zal hij op een of andere manier wel goed willen maken. Dat gebeurde allemaal in de vroege avonduren. Ik wil nog even teruggaan naar de start. Dus zeg maar zo'n beetje om 12:30 vanmiddag. Toen gebeurde het volgende. Kijk maar. We zijn dus in Gerona, dat is een kilometer of, nou, 80, 100 boven Barcelona. En dit is Bahamontes, een van de grootste Spaanse renners ooit. 81, kras, en hij won een keer de Tour. Grote, grote verdette in Spanje. Echt een hele grote. Bueno, es un espectáculo, ¿no? Pero el Tour siempre es un espectáculo y yo creo que todo en España está encantado que está aquí. En overal moest je dus maar uitleggen. Als jij nou naast Bahamontes staat, hij weet wie jij bent. Weet jij wie hij is? Dat is een grote, hè? Ja, was dus... maar goed, er is de laatste weken natuurlijk enorm over geschreven. Ja. Dus stel dat ik een beetje kwijt zou zijn geraakt, dan ben je wel weer bijgepraat in de kranten. Ja. Er staan foto's, het is toch... het is een Tour de France wie Barcelona aandoet, Catalonia aandoet. Dus het wordt enorm gebracht. En dat hebben ze echt fantastisch gedaan. Ze hebben dus buiten zichzelf, denk ik ook, dat ze de wielersport een dienst bewezen hebben. Ja? Door hier de Tour heen te halen? Buiten de Tour heen te halen, maar alles wat er beter... Ik denk dat er... Hoeveel mensen er gestaan hebben? Een miljoen mensen langs de kant. Dat was geweldig. Het is gigantisch. Ja, ja. Onvoorstelbaar aantal mensen. Maar... En als je dat dus mee kan brengen... Iedereen lachend ook. Ja. Hè? Iedereen aanmoedend. Ja. In een crisistijd is niemand met een zuur gezicht. Nee, iedereen staat te lachen. Dat is wat sport doet. Ja. En daarom is het ook zo mooi. Ja. Jij hebt het over wielrenners nu. De voetbalwereld die heeft zijn centrum op het ogenblik, lijkt het wel haast, in Madrid. Mag ik je even met de volgende beelden confronteren? Dit gebeurde 3 dagen geleden. Ja. Daar komt een man van 94 miljoen komt een stadion binnen. Er zitten bijna 85.000 mensen te kijken naar de voorstelling van een voetballer. Ja. Waarom gebeurt dit in Spanje? Wat heeft dit land? Die hebben dit soort mogelijkheden. Maar ik denk dat je net moet proberen het totaalplaatje te zien. Als je dus alleen het voetbal ziet en een speler die gekocht wordt... zijn het waanzinnige bedragen. Ja. Ik geloof niet dat er iets... Daarbij zijn ze natuurlijk in de hele wereld op toerismegebied... op bekendheid, op de prijzen... zijn natuurlijk afgestroefd door Barcelona. Wat gebeurt er nu in de toekomst? De eerste twee dingen. A, moeten ze dus de elftal aanpassen? Ja. Nou, dat doen ze dus. Kopen ze dan zeg je, dat is natuurlijk extreem. Ja. Tweede is natuurlijk... Dat vind jij ook? Ja, natuurlijk is het extreem. Maar je moet proberen een fase verder te denken. Dat is dat ze de Champions League hebben volgend jaar, de finale. Blijft ook met voetballen. Ja. Maar ze zijn ook nu bezig met een bid te maken voor 2016 voor de Olympische Spelen. Ja, ja. Als je dat dan ziet, wat deze voetballer en de hele organisatie eromheen en het hele... poespas eromheen, is over de ganselijke wereld uitgezonden. Ja. Die hebben zo'n enorme promotie gemaakt. In dit geval voor 2016 Madrid. Waar, denk ik, binnen 2 jaar waarschijnlijk gekozen wordt waar het naartoe gaat. Dan zeg je, ja, als je het alleen sec voetbal bekijkt, dan is het natuurlijk waanzinnig. Maar zie je het totaal, dan zeg je, ja, ze hebben eigenlijk iets geflikt... wat natuurlijk enorm mooi is en enorm goed is. Dus kijk jij ook zo naar sport? Of kijk jij kleiner, micro? Nou, niet zo op die manier zoals Johan het schetst. Ja? Ik probeer gewoon achter als sportliefhebber toch meestal wat te kijken. En als er wat eigen mensen meedoen, dan iets meer gedetailleerd. Ja. Wat wilde jij vroeger worden eigenlijk? Wilde jij coach worden? Wilde jij trainer worden? Of is dat gewoon gekomen? Nee, het is gewoon een beetje zo gekomen, een beetje zo gegroeid. Je krijgt al snel een beetje een leidersrol in de ploeg. Ja? Je trekt dingen naar je toe en... Ja. Je begint een beetje te dirigeren en je durft je mond open te trekken als er iets goed is of niet goed is. Dus ik denk dat dat een beetje een natuurlijke groei is. Ja. Maar als ik nu aan jou vraag van welk beroep staat er in je paspoort, wat zeg je dan? In mijn paspoort staat trainer, coach. Trainer, wat staat er in jouw paspoort eigenlijk? Weet ik veel. Ik geloof dan niet wat er is. Weet ik veel. Ik heb geen enkel idee wat er is. Misschien een coach die gestopt. Een coach die gestopt is. Geen idee wat er is. Zo kan het. Wat zeg je? Pensionado. Staat het erop? Ben jij pensionado? Wanneer word je pensionado in dit land? Ik ben al gepensioneerd sinds ik 40 ben door de Nederlandse voetbal. Ja? En trek je van de race hier in Spanje? Nee, dat ben ik nog niet... Nee, dan moet ik nog een paar dagen wachten.
Dat is nog niet zo. Maar inderdaad, wij hebben als voetballers in Nederland hebben dus een fantastische, enorme uitzonderingspositie gehad. Daar weet hij niks van, jongen. Want wielrenners hebben het helemaal nooit goed georganiseerd. Dat is dus ook de fout van zeg maar allerlei leidinggevende figuren. Die nooit in het probleem van de sporter op zich verdiept hebben. En de voetballers, iedere voetballer van mijn leeftijd heeft nooit van zijn leven een financieel probleem gehad. En dat is toch een kwaliteit. En dat is toch, moet je dus zeggen, jongens, degene die dat toen voor elkaar gekregen hebben, is echt fantastisch. Ja, dat is in het wielrennen, is dat anders. Toch? Kan jij uit een potje peuteren? Dat is je eigen geld, hè? Nu je wat ouder bent geworden, heb jij ooit gestort voor later? Heb jij daar ooit aan gedacht? Ja, er is in na het voetbal is in wielrennen ook een pensioenfonds gekomen. Dus ja. Dat is ook wel, maar misschien, ik weet niet exact dezelfde basis als met voetbal, maar er is wel iets. Maar ik geloof niet dat alle profwielrenners er later rustig van kunnen leven. Dat we hebben dus 30% ongeveer moeten inleveren van het salaris wat je verdiende. Ja, in totaal. En dat werd apart gezet voordat je belasting betaalde. En nu krijg je dat alles opgeteld. Krijg je dus per maand of per 3 maanden geloof ik, krijg je dat uitbetaald. En betaal je gewoon belasting. Even een break. We gaan naar de quiz. Jullie hebben het programma misschien s'avonds gezien. Kijk jij naar de Nederlandse televisie hier? Nee, jij niet. Kijk jij naar de Nederlandse televisie op Mallorca? Normaal wel, maar ik heb het dit jaar nog niet gezien. Want... Oké, mogen jullie nu kijken. De quiz van vanavond, daar komt ie. Mail uw antwoord naar tourquiz@nos.nl en maak elke dag kans op een mooi NOS Studio Sportpakket. Onder alle goede inzenders verloten we elke week ook nog een schitterende racefiets. De oplossing van gisteren. Prinses Maxima zonder A is Maxime. En bij de vraagtekens ligt Montfort. We zochten natuurlijk Maxime Montfort. Wie is die renner? Nou, Maxime Montfort. En dat werd goed beantwoord door, en ik heb haar naam hier staan, Laura Keizer uit Schipluiden. Laura, gefeliciteerd. Je krijgt dat pakket en je doet mee met de verloting van vrijdag. Want dan gaan de winnaars van de eerste week gaan in de toverhoed. En daar komt 1 winnaar of winnares uit en die krijgt de fiets. Gert-Jan, als jij naar het fietsen kijkt, denk jij dan dit moet anders? Als jij naar de Rabobankploeg van nu kijkt, denk je, dit moet anders? Nou, laat ik erop stellen dat ik blij ben dat ik niet in hun schoenen sta. Want ja, het is toch gewoon niet goed. En, wat is niet goed? Alles is een beetje niet goed. Boom. Wat is er wel goed? Ja, het loopt gewoon niet goed. Het voorjaar is niet goed gelopen. We hebben natuurlijk een gigantisch goede Giro gehad. En nu zitten ze een beetje weer in de hoek waar de klappen vallen. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat er meerdere redenen voor zijn, maar... Noem er eens 1, 2. Ja, zoals ik het van buitenaf kan kijken, is het een beetje allemaal te gecompliceerd. Wat? Alles een beetje. Alles is een beetje te moeilijk, te gecompliceerd. Ik zou het allemaal wat simpeler houden en... Het is net of ik hem hoor praten nu. Het is jouw credo, hou het simpel. Maar jij gaf je net een keurig compliment. Ja, wat er dus gedaan is en wat zijn taak is, wat hij moest doen tijdens die rit. Dat heeft hij uitstekend gedaan. Geloof jij in... Maar goed, dat is natuurlijk een hele voorgeschiedenis. Ja, want het begint natuurlijk niet vandaag, dat hele circuit. Wat er voor die tijd gebeurd is, weet ik niet. Maar er zijn natuurlijk een hoop dingen die dus niet kloppen. En daar ben ik wel met hem eens. Als je dus ziet dat jarenlang de chef... Michael Bogert geweest is en ziet hoe hij afscheid moet nemen, daar kun je natuurlijk niet vrolijk van worden. En dan zie je dus dat er een gigantisch gat is wat betreft de organisatie en wat betreft het behandelen van mensen. Dat zie je dus wel, dat lees je, daar kijk je naar. Dat zie je. Is het verstandig, maar dat is een vraag die vaak gesteld wordt, om voor een puur Nederlandse ploeg een Rus als kopman te nemen en 3 Spanjaarden mee te nemen naar de Ronde van Frankrijk? Wat zou jij doen? Nou, in dit geval zou ik het denk ik ook wel doen. Je probeert natuurlijk toch je kopman. Hij is nou eenmaal de kopman, daar heb je voor gekozen. Probeer dan toch een beetje te pleasen. Die moet zich een beetje goed voelen. En, ja, hij is een halve Spanjaard geworden. Een halve leven woont hij al in Spanje. Dus dan is het voor hem toch wel fijn dat hij wat vertrouwde mensen om hem heen heeft.
Maar aan de andere kant, ja, ik ben het gewoon wel eens. Het is zo een Nederlands gebaseerde ploeg dat het ook het publiek, daar doe je het eigenlijk voor. Die willen toch liever iets anders zien. Geloof jij nog in Menchov in deze ronde? Nou, zoals ik hem nu zie rijden. Het is een beetje met de staart tussen de benen. Het is niet de Menchov met de uitstraling van de Giro. Hoe zal het komen? Maar ja, als het gewoon niet lekker loopt en je hebt al wat tegenslagen gehad, terwijl de Tour eigenlijk nog echt moet beginnen. Want hij, laten we wel wezen, hij moet morgen pas echt beginnen. En je staat zo ver achter, ja, dan is het heel moeilijk om ergens motivatie uit terug te vinden. Geloven de Spanjaarden, om een hele andere hoek nu aan te snijden, geloven de Spanjaarden in Contador? Ja, zeker. Het Spaanse publiek? Zeker weten als hij dus... het publiek wordt natuurlijk altijd geïnformeerd door kranten. Ja. En de kranten is de opinie van degene wie het schrijft. Ja. En als je dus ziet, het gevecht van de laatste dagen al is het maar verbaal. Tussen Armstrong en Contador. Wordt dat hier heel breed uitgemeten? Ja, volledig. Ja. Ja? Elk detail en of je ze nou aardig naar elkaar kijken of niet aardig naar elkaar kijken, of dat ze toevallig omkijken als toevallig ander wat zei, dat is natuurlijk altijd een gigantisch verhaal omheen. Kranten moeten vol, dus die moeten met een vat zout erbij nemen. Ja. Maar goed, dat het zo gespeeld, ja, korreltje is niet genoeg. Nee. Maar dat je dus weet dat ze zo partijdig zijn, dat ze natuurlijk 100% partijtrekken voor Contador. Ja, ja. Helemaal naar vorig jaar. Ja, ze willen toe dat een Spanjaard wint. Ja, hoe zijn jij gevoelens daarover? Contador, Armstrong. Naar welke kant hel jij over? Ik hel heel duidelijk naar Contador. Maar het is natuurlijk... Dat is ook gewoon heel moeilijk uit te leggen. Maar ik heb sowieso iets met aanvallers. Maar ja. Contador is een aanvaller puur sang. En ik vind dat hij een beetje in de steek wordt gelaten. Ik zie hem de laatste tijd een beetje een schuchter mannetje. Een beetje met zijn hoofd tussen zijn schouders. En ja, natuurlijk, Armstrong is mentaal tig keer sterker. En die sneeuwt hem toch gewoon onder. Jij komt die bus binnenlopen. Wist hij wie jij was? Wist Armstrong ja, ik wie weet jij niet was? Of ze van de vorige gezegd hebben dat ik binnenkwam. Maar op het moment dat ik binnenkwam wel. Wie stak het eerst zijn hand uit? Jij of hij? Ik denk ik, want ik stond eerst eigenlijk met Contador te praten. Ja, die wist hij die, die stond, ja, die stond bij de ingang en toen kwam die andere aanlopen. Het omgedraaid was op een of andere manier, ja. En toen, daar komt hij aan. Dus ik weet eigenlijk niet hoe het gebeurt. Ja, ja. Wat vind jij van Armstrong? Dat een man op bijna 38-jarige leeftijd terugkomt? Het is natuurlijk een super intelligent iemand. Dat kan bijna niet missen. Als je op die leeftijd nog meedoet, dan weet je dat je fysiek tekort komt. Dus je moet het compenseren met verstand. Ja, maar komt die fysiek veel tekort, vind je? Dat weten we nog niet. We zijn nog niet in de bergen. Hè. Het zijn nog leuke partijen. Je hebt er nou verstand van, hoor. Nee, ja. Vandaag ben je nog niet... tot vandaag hoef je nog niet diep te gaan. Mm-hmm. Maar hij heeft natuurlijk wel een presenteerblaadje afgegeven. Dat op het moment dat hij zo intelligent is dat hij gezien heeft... Dat hij gezien heeft... In twee etappes geleden, geloof ik. Ja, met die baan. Dat er niemand was, maar hij was er wel. Ja. Dus hij moet iets gezien hebben, wat wij met z'n allen waarschijnlijk niet zien. Dat is zijn kwaliteit, dus hij zit erbij. Als je toch ook in die tijdrit ziet dat hij de grote tijd voorop reed, dat wil toch laten zien dat hij erbij was. Ik vermoed dat er helemaal geen bonje is tussen die twee. Ik denk dat ze gewoon een leuk spel spelen. En aan het eind van de rit zal er eentje sterk zijn die zal gaan winnen. Vermoed jij dat ook? Dat ze toch wel vriendjes zijn gebleven, dat het een spel is? Of is dat meer? Nou, er is zoveel meer. Kijk, die komt erdoor, net wat hij net zegt. Die andere heeft die uitstraling. Ga jij maar eens kolven met al die grote kolvers. Die gaan kolven met Tiger Woods. Ja. En op een of andere manier sneeuwen ze onder. Ja, dat hoort ook bij het spel. Ja. Dat hoort er ook bij. En ook dit, denk ik, dat Contador enorm veel kan leren. Van maar Contador is een aardige, lieve jongen. En Armstrong, die blaast hem aan alle kanten weg. Toch? Dat kan. Maar daarom is hij ook 39 en heb je 7 keer die Tour gewonnen. Ja, en dan krijgen we een bergetappe. Een goede bergetappe, naar 2200 meter. Ja. Wat moet Contador dan doen? Die moet gewoon zijn eigen rij zijn. Ja. En die zal gewoon dus zijn eigen partij spelen. Ja, precies. Hij moet nu de kans die hij krijgt, moet hij pakken. Kijk, en niet egoïstisch zijn, hè? Dan kan Armstrong het zeker niet maken om in een bergetappe met de camera's erop, met de miljarden kijkers, kan hij hem natuurlijk niet terughalen. Of er moet weer iemand achter Contador aanspringen dat hij daar weer bij inhaakt. Maar in principe kan hij niet heel opzichtig dan Contador terug gaan pakken. Dat zal hij zeker niet doen, maar andersom ook niet.
Wie wint ik denk, dat het leuk gespeeld is. En het is een enorme, denk je dat echt? En een enorme publiciteitstoestand. Ik denk dat die jaloezie tussen haakjes en de naijver en de nijd en al dat soort dingen. Ja. Dat de laatste 3-4 dagen. En voor de rest speelt het niet. Wat gebeurt er morgen tussen die twee, denk je? Nou, misschien niet direct morgen al. Ik verwacht dat morgen nog niet zo heel gekke dingen gebeuren. Het is een mooie berg om aan te vallen, hè? Dat weet je. Ja, wel. Maar ja, als je te vroeg gaat, dan kan Armstrong ook wel weer eens de winnaar worden. Kijk, als je dan als hij mag blijven zitten, dat is de perfecte tactiek. En hij schuift weer met anderen mee. Te vroeg, je hebt misschien ook wat wind daarboven. En dat kan ook een doodsteek zijn misschien voor hem. Dus je moet heel intelligent zijn. En dat heeft Johan goed gezien. Hij is zo intelligent. Alles wat hij doet, hoe hij handelt, wat hij zegt, alles heeft een reden. Hij doet niks zomaar. Al klinkt het nog zo... nog zo onbelangrijk. Maar hij zat er niet de eerste bergetappe. Als je nog 2 weken door moet, 3 jaar niet gereden hebt, zal hij toch een waanzinnige aanvallen. Hij is niet gek. Nee, hij niet. Hij maar komt super. Er door? Ja, dan kun je toch lekker achteraan rijden. Ja. Wat zei Joop vroeger altijd weer? Parijs is nog ver, hè? Is nog ver, ja. Is heel ver. Ja, Parijs dus is je heel denkt ver. Toch niet dat hij moet zich... Hij moet toch ook nog zijn eigen krachten meten? Ja. Hij moet toch ook nog weten tot hoe ver die kan gaan? Nou, dat kan hij dan morgen gaan doen, dames en heren, in de eerste echte bergetappe. Men zegt, morgen begint de Ronde van Frankrijk opnieuw. We starten in Barcelona en dan gaan we meteen de bergen in. En dat doen we door dit gele kringellijntje te zoeken en te vinden. We komen in Andorra uit. Daar waar een heleboel mensen verwacht worden om te gaan kijken naar een prachtige, prangende finale. Via Ceo de Urgel komen we dan dat kleine vorstendom binnen. Andorra La Vella. Daar is het. En dan gaan we naar 2250 meter naar Arcalis. 2240 meter. De laatste klim. Daar gaat het morgen over. En dan zitten we dus in Andorra. Dat is ja, een landje waar we eigenlijk niks van weten. En nu daag ik eigenlijk Fifi maar uit. Wat, Fifi, kan je ons vertellen? Voilà, de Tour de Fifi. Hoog in de bergen, soms ook hoog in de wolken, ligt het vorstendom Andorra. Een uitzondering in Europa met zwaar bewaakte grensovergangen. Niet zozeer om erin, als wel om eruit te gaan. Dat vorstendom Andorra is ooit in het leven geroepen door Karel de Grote. Als onderdeel van een serie bufferstaten die de oprukkende Moeren en dus de islam moesten tegenhouden. Maar het eerste wat je hier opvalt als je Andorra binnenkomt, dat zijn al die tax-free winkels waar je van alles en nog wat kunt krijgen. En met name ook sigaretten. Maar de verkoop van sigaretten, van de tabaksindustrie in zijn algemeen, daar weten ze hier in Andorra alles van. Sterker nog, ze waren er in de eerste helft van de vorige eeuw geheel van afhankelijk. Iedereen werkte in de tabak. Veel thuiswerkers. Sigarettenrollen, sigaren maken, pakjes maken voor de check. En dat kwam dan hier allemaal samen in deze oude tabaksfabriek die nu een heel aardig museum is geworden. Vandaag de dag speelt die verkoop van sigaretten nog steeds een grote rol. Maar er is iets heel merkwaardigs mee aan de hand. Er komen jaarlijks miljoenen toeristen naar Andorra, onder andere omdat ze hier tax-free sigaretten kunnen kopen. Heel veel sigaretten. En nou is de regel dat er evenveel tabak uit Andorra moet worden opgekocht als er nodig is voor het aantal verkochte sigaretten. Maar de sigarettenfabrikanten die willen deze tabak helemaal niet, want die vinden ze veel te slecht. Dus die wordt wel geproduceerd, maar onmiddellijk doorgedraaid. Verbrand of over de velden gegooid als mest. Andorra exporteerde heel veel sigaretten, officieel, maar ook dankzij de smokkel. En daarvoor had men een speciale mand geconstrueerd. Daarin vervoerden ze 30 kilo sigaretten. Over de bergen, dwars door de sneeuw, zonder sneeuwschoenen. Ga er maar aan staan. En ik weet inmiddels dat het behoorlijk zwaar is. Ja, de beroepssmokkelaars die zijn er eigenlijk niet meer. Het zijn nu de brave burgers die hun tax-free koopjes ongemerkt over de grens proberen te brengen. Laten we eens even kijken hoe dat gaat.
Hier is de douane. Kijk. Nou, dat valt mee. We hoeven niks te laten zien. Want wij zijn natuurlijk brave burgers die niks proberen te smokkelen. We kunnen zijn eigen weg zoeken. Vivi dus, in Andorra, daar waar de Ronde van Frankrijk-caravaan morgen met z'n allen naartoe gaat. Van Barcelona, zeg maar, in noordoostelijke richting. Echt de berg in, 2240 meter. Slotronde. Jullie wonen allebei niet meer in Nederland. Komen jullie er ooit nog terug? Kom jij ooit nog terug naar Nederland? Of... Ik kom regelmatig. Nee, dat weet ik wel. Oh, maar jouw huis staat hier. Wat is thuis? Ik ben en blijf Hollander, maar thuis is nu in Barcelona. En dat komt omdat mijn kinderen en mijn kleinkinderen daar wonen. Wat is jouw thuis? Ik sluit me daarbij aan. Mijn thuis is toch Mallorca, maar ik blijf inderdaad ook Nederlander. Vind je het leuk om in Nederland terug te zijn? Nou, zo heel leuk om in Nederland terug te zijn vind ik het niet. Ik vind het te druk, te gestrest, te gehaast als je van zo'n eiland afkomt. Je woont in de natuur en je komt weer in die drukke, gestreste wereld. Je voelt die stress en die druk en die mensen. Het is iedereen schijnt haast te hebben. Iedereen is gestrest. Nee, dat... Iedereen schijnt haast te hebben. Dat is mooi om deze avond te besluiten, heren. We besluiten met een fan van iemand die won. Jij zei straks een heel juist woord. Het is niet alleen de sporter die wint, de sporter doet dat met zijn fans samen. Jullie kennen deze man niet. Ik heb hem wel eens een keer meegemaakt. Er is, dames en heren, een fan van Thor Hushovd. En als de Noor dan wint, dan moet je eens kijken wat er met de fan gebeurt. Ja! Thor is op! Norge! Ah! Moet je beter opbergen, hè? Is er kennis van je? Nee, hij is weer vrijgelaten, hebben we gezegd. Zullen wij het glas heffen? Ja hoor. En drinken op Lola en andere mooie namen? Het was goed om jullie hier te zien. Gert-Jan, prachtig. Blijf lekker op Mallorca en wees gelukkig en leer mensen goed fietsen. Johan, het was goed je weer te zien. Ja? Dankjewel. Daar komt het vioolgeluid. En dan komt Dalida en dan zeg ik... Salut. Salut. Buenas noches, mio amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Buenas noches, mio amor. Avec toi mon cœur bavard.